Ze zijn er wel, maar ik denk dat het morgen pas echt komt. Ik begin 3:30. Ja, ik voel me wel goed voorbereid voor de wedstrijd. En ik laat eigenlijk allemaal verder wel een beetje over me heen komen. Ja, het is je derde EK, dus je bent het inmiddels ook wel een beetje gewend dus. Ja, nou, bij elk EK blijft het toch wel. Maar ik moet zeggen dat ik er nu beter mee om kan gaan dan mijn allereerste EK. Even voor de mensen die de taekwondo sport niet kennen. Jij doet mee aan het onderdeel TULS. Kun je uitleggen wat dat inhoudt? Nou, TULS is in principe een patroon lopen tegen denkbeeldige tegenstanders. En die vallen jou aan. En jij doet daar verdedigingen tegen en ook aanvallen. Dus je hebt echt dat je blokt, maar ook aanvalt. Wat maakt die sport nou zo leuk eigenlijk? Nou, het is een zelfstandige sport die je doet. Maar het teamverband die je uiteindelijk toch hebt met de mensen die meegaan naar het EK. Het is gewoon zo gezellig en iedereen is zo hulpzaam en open voor elkaar. En het is gewoon, het is gewoon een hele fijne sport met hele fijne mensen. En dat kun jij wel aardig goed, want de afgelopen twee edities van het EK heb je de eerste keer pakte je brons en vorig jaar de kwartfinale. Wat is dit jaar je verwachting van het toernooi? Ik verwacht eigenlijk zelf niet veel, want ik denk dat ik als ik mijn verwachtingen hoog ga zeggen, dat het fout gaat. Maar ik zit er wel goed voorbereid bij, dus ik ben er zeker klaar voor om meerdere rondes door te komen. Waaraan merk je dat je zo goed voorbereid bent? Nou, persoonlijk zelf heb ik veel trainingsuren gepakt. En hoe ik nu hier rondloop in het hotel en in de sporthal. Het is nog niet stressvol. Dus ik zit er gewoon ontspannen bij. En ik heb vertrouwen in mezelf. Ja, er zijn ook nog drie andere deelnemers uit Zeewolde die bij de junioren meedoen. Tosca Vrijens, Jochem Versteeg en Sven van der Veer. Wat denk je dat zij gaan presteren op het EK? Ik denk dat ze het ook heel goed gaan doen. Zeker aangezien ze nog meer hebben getraind dan ik heb. Alleen Jochem en Tosca die doen ook mee met Tools. En Sven doet met Tools en sparren mee. Maar ik heb er zeker vertrouwen in dat hun ook hun beste kant laten zien. Ja, want wanneer kunnen jullie tevreden zijn als een van jullie een medaille mee naar huis neemt? Voor mijzelf ben ik al tevreden als ik één ronde doorkom. Maar een prijs meenemen zou zeker niet erg zijn.